De 30-jarige tweelingbroers Mark en Erik de Jong uit Zelhem hebben hun zwemdiploma A behaald. Vrienden en familie hadden de tweeling op hun verjaardag naar het Zelhemse zwembad De Brink gelokt om ze als cadeau met succes te laten afzwemmen. Ik denk dat het Mark zijn schuld is geweest. Want Mark die had steeds iets en dan ging het niet door, maar ik denk ik ga niet meteen zwemmen. Ik heb 2 keer een gaatje in mijn oor gehad en ja, we zijn natuurlijk zoals je kan zien tweeling. En ja, als ik niet kon afzwemmen, dan ging hij natuurlijk niet mee. Dus ja, de laatste keer dat we konden afzwemmen, toen kreeg ik een ongeluk, werd van de fiets gereden. Dus ging het weer niet door en toen hadden we allebei zoiets van, nou weet je, we kunnen allebei wel een beetje zwemmen, het is goed zo en het komt wel goed vast. Wat vond je van het idee om dit als verjaardagscadeau te geven aan de jongens? Ja, heel leuk, super. Ja, die hebben ze hun zwemdiploma, hè? Ik had hem niet verwacht, laat het zo zeggen. Ik had hem niet verwacht, nee. Dit is wel een mooie verrassing. Ik ben ja, leuk, heel leuk. Nou, mijn broertje die had vandaag al wel een klein een idee dat ze iets aan het bekokstoven waren, maar wat precies wisten we niet. En toen we hier aankwamen hadden we wel zoiets van, het voelde een beetje warm in één keer. En ik denk van, hey, toen hoorde ik al mensen praten en denk, oh god ja. Nou, de geur van chloor. De geur van chloor. Nou, we zijn er en leuk, leuk. En de toekomst, wat biedt dat hier voor de jongens? Zwemdiploma B of C of iets anders? Nou, dat weet ik niet. Misschien Erik gaat met de triathlon en Mark is nog in de overweging om dat te doen. Dus ja, wie weet. We zitten er nu lekker in, dus misschien wie weet komt B en C. En, als het zover is, dan stellen we je op de hoogte.